Hallo. Ja. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe sessie van Room for Discussion. Ik zou mezelf even voorstellen. Ik ben Marita en dit is mijn lieftallige collega Sietske. Vandaag hebben wij te gast Onno Ruding. Waarschijnlijk kent u die wel als oud-minister van Financiën. Hij is echter meer geweest dan dat. Het begon allemaal in 1969. Toen promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De naam van zijn dissertatie was op naar één geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Interessant voor die tijd. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Europese denktank CEPS, Center for European Policy Studies, die zich bezighoudt met dezezelfde integratie op vele fronten. Hiertussendoor is nog veel gebeurd. Hij is oud-bankier bij de AMRO Bank, is actief geweest bij het IMF. Destijds waren er zelfs speculaties of hij de nieuwe president van het IMF zou worden. Hij is vicevoorzitter geweest van Citibank, de huidige Citigroup. En uiteraard dus minister van Financiën in de jaren 80. In de jaren 80 verkeerde Nederland in eenzelfde positie als nu, of een vergelijkbare positie. Hoog staatsschulden, grote tekorten. En toen hadden we wel Grieks-achtige rentestanden van, ik geloof, om en bij de 12%. Grote werkloosheid, een huismarkt die ook niet functioneerde. Zijn bezuinigingspolitiek destijds was hard en daardoor staat hij bekend als de strengste minister van Financiën die Nederland ooit heeft gekend. Al met al genoeg om te bespreken voor het aankomende uur. Laten we snel beginnen. Mag ik een hartelijk applaus voor de heer Ruding. Ja, meneer Ruding, nogmaals welkom. Een lange en uitgebreide carrière, zoals we net gehoord hebben, is allemaal begonnen in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. U studeerde daar economie in de jaren 60. U had bekende studie- en jaargenootjes Ruud Lubbers. Nelly Kroes heeft hij later mee in twee kabinetten gezeten. Wat zegt dat over de Erasmus Universiteit? En Jan Pronk ook nog om even en Jan Pronk, maar die zat niet in het kabinet, geloof ik. Oké, dus ook nog linkse mensen enigszins. Maar wat zegt dat over de Erasmus Universiteit? Of is het Old Boys Network heel succesvol geweest? Nee, dat laatste weet ik niet. Nou, in die tijd was, dan heb ik het over de studie economie, niet over andere richtingen, was de Nederlandse Economische Hogeschool, later Erasmus Universiteit, ik denk toch wel duidelijk de nummer 1 economische faculteit in Nederland. Zeker voor macro-economie, bedrijfseconomie misschien wat minder. En dat trok mij zeer aan. Dat was niet mijn mening, dat zei men mij. En ik geloof ook dat dat juist was met top-hoogleraren. Ik denk dat dat wat veranderd is, zeg ik enigszins tot mijn droefenis. Dat kun je nou niet meer beweren, denk ik. Destijds trok de Erasmus Universiteit de meest ambitieuze studenten aan, kunnen we dat zeggen? Dat weet ik niet. Ik kan niet voor anderen spreken. Het was natuurlijk wel een argument om daar te gaan studeren. Maar kijk eens naar Lubbers en Kroes. Ja, die woonden in Rotterdam. Misschien was dat de reden voor ze om dicht bij vader en moeder te blijven. Uh-huh. Maar dat gold voor mij niet. Maar je ging niet sociaal met ze om in die tijd? Jawel, wel. Als u de boeken, wat je er ook van mogen denken, de biografieën van mevrouw Nelly Kroes leest, dan komt ondergetekende daar zeer uitvoerig in voor, omdat ik er toen die tijd ook al heel goed kende. Ik ken ze dus al lange tijd. Belt u nu nog af en toe met deze huidige crisis dat u zegt, nou Ruud, Nelly, wij deden dat toch in der tijd beter? Of is het contact niet meer zodanig? Jawel, het contact is wel, nee, maar zo werkt dat niet. Omdat je niet meer een verantwoordelijkheid hebt op dat terrein. Dus dan ga je niet elkaar opbellen om te zeggen wat zouden wij gedaan hebben. Mm-hmm. Nee. Het is een zakelijke vriendschap, mogen we het benoemen? Nee, het is niet zakelijk, maar het heeft geen zin. Je praat over andere dingen en je hebt reunies. Nee, we zien elkaar. Ja, niet heel dikwijls, maar. En hoe was hij als student? Hoe lang heeft hij over je studie gedaan? Te lang. Dus je had een langstudeerboete gekregen? Nee, ik was geen langstudeerder, maar iedereen studeerde te lang. Trouwens, nu ook nog. Maar toen zeker. Ja, dat is toch denk ik een ongelukkige ontwikkeling. Dat als iedereen zes jaar studeert, dat was het zo'n beetje. Voor doctoraal natuurlijk, daar praat ik alleen over. Dan vond je dat normaal. Terwijl achteraf gezien kon dat echt veel sneller. Je had minder tijd in de kroeg kunnen doorbrengen en meer tijd achter de boeken. Ja, of meer efficiënt. Werken, eerder uit je nest komen 's ochtends en niet lui zijn. En dat werd toen toch eigenlijk je aangepraat van waarom zou je zo snel werken. Dan heb ik een heleboel dingen daarnaast gedaan, tegelijk. Ja. Ik heb twee studierichtingen gedaan. Economie en econometrie. Dat kost natuurlijk wel iets extra tijd. Ja.
Maar het is geen excuus voor die lange... Ondanks de lange studie heeft u toch een succesvol afgerond. U bent gepromoveerd in 1969, zoals Marita al zei. Op de dissertatie op naar één geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Ja. Ik doe een klein beetje een beroep op uw geheugen. Maar kunt u nog vertellen wat daar ongeveer de conclusies van waren? Dat weet ik wel. Het eerst moet er een vraagteken achter. Dat stond er. Ja. Omdat dat onzeker was toen. Het was niet zeker of Europa, wat toen al bestond natuurlijk, een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt zou bereiken. Ik vond dat gewenst, denk vele anderen. Maar ik heb dus eigenlijk de voorwaarden geschetst waaraan voldaan moet worden. Niet met de illusie dat dat snel zou gebeuren. En dat was een kwestie van liberalisatie van het kapitaalverkeer over de grenzen. Nou, dat is geleidelijk bereikt, nog niet helemaal. Belangrijke factor was ook één gemeenschappelijke valuta. Want als je niet een gemeenschappelijke valuta hebt, dan hou je toch nationale kapitaalmarkten per land, per valuta. Nou, u weet, dat heeft tot euro kwam in 1999. Dat heeft dus al 30 jaar geduurd. En nu is er bijna sprake van een geïntegreerde kapitaalmarkt, terwijl er nog wel meer moet gebeuren wat betreft de dienstverlening, liberalisatie in Europa. Welke mate van integratie heeft u nu nog voor ogen? De euro is er, maar in hoeverre moeten we nog doorgaan? Nou ja, wat ik net zei, er moet nog meer gebeuren. Er is een heleboel gebeurd hoor. Op het terrein van verdere liberalisatie van dienstverlening, financiële dienstverlening hebben we het dan over. Mm-hmm. En er zijn nogal wat landen die allemaal barrières hebben opgebouwd. En dat zeggen ze dikwijls dat ze dat doen om ter protectie van hun, ik weet niet wie, van hun ingezetenen. Maar dikwijls is dat niet protectie, maar protectionisme van binnenlandse financiële instellingen. En daar heb ik nog weinig sympathie voor. Dus daar moet nog wel meer gebeuren. Het moet onder leiding van de Europese Commissie gebeuren. Die... Maar was het in de jaren 60 een breed onderwerp waar veel mensen het over hadden? Of was u vrij uniek daarin, dat u al in der tijd daarmee bezig was? Nou, er was toen in mijn studententijd al een enorme belangstelling bij de studenten dan economie voor de Europese integratie. En daarom heb ik die studierichting doctoraal ook gekozen. Omdat ik vond dat fascinerend. Ik ging studeren in 1957. En het was toevallig, toen ik 18 was, toevallig. Net drie maanden daarvoor werd het verdrag van Rome, wat nu heet de Europese Unie, opgericht. Dat vond je natuurlijk als jonge man hoogst interessant. Dus ik koos keuzevakken in die richting. En dat is dan ook later dat proefschrift geworden. Maar die fascinatie zat er dus al vroeg in voor de Europese integratie. Maar hoe heeft u later heeft verschillende functies bekleed? Hoe heeft dat kunnen zorgen dat dat nog verder geïntegreerd zou worden? In hoeverre heeft u een vinger in de pap gehad daarin? Nou, ik heb gewerkt als ambtenaar op het ministerie van Financiën. Wat ik overigens vele jongeren kan aanbevelen om een aantal jaren eerst te gaan werken bij een ministerie. Ja. Voordat je misschien wat anders gaat doen. Toen had ik al mee te maken. Voorstellen doen of uitwerken. Je had ook niet veel te vertellen als jonge ambtenaar. En daarna, in mijn bankvak, had je er ook mee te maken. Kijken wat je met andere banken samen kon doen voor bijvoorbeeld internationale obligatieemissies, wat nog steeds actueel is. En toen bij het IMF trok een heleboel met kredietverlening aan zwakke Europese landen, want er is niks nieuws, dames, in de wereld. Toen was het Engeland en Italië, die kregen krediet. Geschiedenis herhaalt zich. Ten dele, ja. Maar daarna als minister natuurlijk heel zwaar. Ja, dan zit je mee aan het roer. U heeft dus de besluitvorming over de maatregelen, want die moeten allemaal door de Europese ministerraad. Dus u kunt wel uw stempel drukken op het beleid. Maar wat ik nog even wilde weten is wat u precies voor ogen had. Nog even terug te komen op die mate van integratie. U heeft het over protectionistisch beleid van financiële instellingen. Maar wij zijn gaan graven in de bibliotheek van de UvA. En toen vonden wij toevallig uw proefschrift. Heel verstandig. En, ja, dat is een onverbiddelijke besteller geweest hier. 500 pagina's. En wat daarin stond, ook in de conclusie, is dat misschien, ik weet niet of ik het goed verwoord, kunt me corrigeren. Maar het doel waar we heen moeten gaan is naar één centraal beleid gevoerd door één supranationale instantie. Of een zeer sterke mate van coördinatie. Wat inhoudt dat in beide gevallen er geen ruimte meer is voor een autonoom nationaal economisch beleid. Dus beperkt het zich alleen tot de financiële instellingen? Of ook... Nee, dat gaat verder. Niet alles hoeft gecentraliseerd te worden, of federaal, maar financieel en economisch. En die discussie hebben we nu ongeveer dagelijks bij de zogenaamde eurocrisis. Wat overigens geen eurocrisis is, maar goed, dat is een ander onderwerp. En
daar is ook de strijd. Moet je alleen maar centraal afspraken maken over het begrotingsbeleid? Het antwoord is ja. Daar is al genoeg ruzie over, maar het is meer. Het is ook het economisch beleid. En dat was toen ook al in het proefschrift een voorwaarde. Anders kun je niet één geïntegreerde kapitaalmarkt hebben. Want dan loopt het ene land die kant op, het andere land die kant op. Maar wanneer is de integratie volgens u voltooid? Wanneer is uw proefschrift, wat u daar voor ogen had, is dat er in Europa? Nou, dat is er. Binnen het eurogebied is dat praktisch voltooid. Maar ja, niet, Engeland zit er niet bij. Dat is een heel belangrijk land. Dus het zou wel prettig zijn als die ook toetreden. Want dan kun je pas zeggen dat er in de hele Europese Unie een geïntegreerde kapitaalmarkt is. Ja, de laatste tijd wordt er heel veel gesproken natuurlijk over Europese integratie. En dan met name het verdrag van Maastricht. De totstandkoming van de euro. En ook de motieven waarom de euro er eigenlijk is. De laatste tijd gaan er heel veel stemmen op dat het eigenlijk niet vanwege economische motieven is. Maar vooral vanwege geopolitieke en historische redenen. Wat vindt u daarvan? U was minister tot 89, ja. Dus flink bij de voorbereidingen betrokken. Hoe zat dat? Ja, het antwoord is ja. Nou, geopolitiek niet, dat is wereldwijd. Maar Europees politieke, namelijk de eenwording van Duitsland. En dus rust creëren binnen heel Europa was een politiek doel. En dat heeft een rol gespeeld. De zwaarste rol? Het was een trade-off, het was een afruil. Kort gezegd, het is ook een veel langer verhaal, dat Duitsland die wilde steun voor de, terecht denk ik, voor de hereniging van Duitsland. Ja. Maar het was omstreden bij andere landen. En Duitsland moest daarvoor als concessie doen, onder andere aan Frankrijk, dat ze hun autonomie op het terrein van de wisselkoers, de Deutsche Mark, kwijt zouden raken. En dan dat bereik je natuurlijk door een gemeenschappelijke munt, want dan kan niet meer Duitsland alles vertellen erop. Maar hadden de economische redenen niet zwaarder moeten wegen? Want het is, ja, ik snap het, een beetje schuldgevoel vanuit de Tweede Wereldoorlog. Je wil rust bewaren in Europa, maar het gaat er uiteindelijk om veel meer geld. Gezien de huidige situatie waar we in zitten, is dat toen destijds niet te kortzichtig geweest? Oh ja, het is onvoldoende geweest. Het verdrag van Maastricht was heel goed wat erin stond, maar het was onvoldoende. Dat is geen verwijt aan een persoon, maar dat is wel een verwijt aan degene die dachten dat je een gemeenschappelijke munt, een monetaire unie, kon creëren met alleen maar afspraken op monetair terrein. Dat is dus met wisselkoers, gemeenschappelijke centrale bank. Ja, de zogenaamde W-fout waar ze het over hadden. Ja. Maar u bent minister geweest tot net vlak voor de val van de Berlijnse muur. Maar het zat onder de stijgers, neem ik aan. Ja, ja. Maar heeft u dat niet zien aankomen, die W-fout? Jawel, wij bepleiten, en ik niet alleen. Dat is helemaal niet mijn speciale idee. Bijvoorbeeld de Nederlandse bank ook. Ja. Dezelfde mening als financiën, dat liep in die tijd, liep dat heel goed geolied. Wij bepleiten ook veel meer dan alleen maar een zeg maar monetaire unie. Mag ik even aan herinneren, het heet EMU. Ja. En heel veel mensen denken dat is de Europese Monetaire Unie. Ja, het is de Europese Monetaire Unie. Maar de E staat niet voor Europees, het staat voor Economische Unie. Ja. En dat onderdeel is daarna aardig weggeschoffeld, opzettelijk door velen of door onkundigen door anderen. Niet door de types zoals ik. We hebben altijd gezegd, het moet verder gaan dan alleen puur monetair. En je moet ook het economische beleid. Je kunt niet een aantal landen. Waren de Nederlanders de enige die een vuist op tafel sloegen om te zeiden, nee, oké, jongens, we moeten dat ook was vooral de Duitsers. En die hadden een hele grote, vette, dikke vuist. En wij hadden natuurlijk een elegantere, kleine vuist. Maar dat werkte heel goed samen met de Duitsers. Maar uiteindelijk is het er niet gekomen. Dat strenge er zijn niet genoeg regels in de tijd al gemaakt. Dus welke landen hebben dan toch ervoor gezorgd dat het een beetje een losjes systeem werd? Oh, één keer raaien bij al die dingen. Één keer raaien. Griekenland? Die zaten er helemaal nog niet bij. En bovendien, die hebben een gewicht van dit. Nee, één keer raaien nou eens aan u. Één keer raaien. Wie zou dat? Ja, ik gok vaak lang. Frankrijk. Ja, het begint met een F en het eindigt met een K. Ja. Ja. Frankrijk. En de Europese Commissie heeft ook geen briljante rol gespeeld. Maar het was Frankrijk vooral. Je moet ook denken, het waren alleen de toenmalige leden. Hè? Die waren niet later, zijn er veel meer bijgekomen. Engeland. Ja, Engeland wilde om heel andere redenen wilde ook niet meedoen. En heeft uiteindelijk afgehakt, hè, toen al direct. Ja. Dat hielp ook niet. Nee, daar was onvoldoende steun voor. En dan was de vraag geweest, achteraf gepraat, had je toen het hele project moeten afblazen? In plaats van zeggen we starten, want ik steunde en steun het doel, maar met onvoldoende eigenlijk instrumenten. En dat is jarenlang goed gegaan. Een beetje wind mee helpt altijd. Mm-hmm. Maar toen de wind wat tegenkwam, toen liep die fiets niet hard genoeg meer. En toen één keer raaien als je
dan val je. Ja. Maar u bent in 89 uitgestapt. Uw opvolger was volgens mij Wim Kok als minister van Financiën. Ja. Heeft hij hard genoeg, was hij net zo hard daarin als u? Heeft hij het hard genoeg geprobeerd samen met Lubbers? Ik wil graag herhalen wat ik al vele malen heb gezegd. Dat tot mijn tevredenheid het beleid wat ik voerde, praktisch helemaal is voortgezet door Wim Kok, een andere politieke partij. Maar dat bewijst dikwijls dat mensen, ook van verschillende partijen, best dezelfde beleid kunnen hebben. Dus daar lag het niet aan. Het lag ook niet aan Lubbers. Nee, het lag aan de tegenwerking van andere landen, Frankrijk. En uiteindelijk heeft Duitsland, en daar zijn ook nu recent weer boeken over geschreven, dat was een schok. Duitsland is toen, over het twisten waarom, is een andere richting opgegaan en heeft minder gewicht toegekend aan die noodzaak van wat ik nou even noem economische. Maar wat denkt u dat daar de reden voor is? Dat ze minder hard werden? Gecharmeerd door de Fransen? Ik weet het niet. Geheime afspraken met de Fransen. Okay. Daar hebben wij niet bij gezeten. Mijn opvolgers ook niet. En daar kun je over speculeren. Maar het resultaat was dus eigenlijk een, wat u net noemde, een weeffout. Of ik kon zeggen dat je hard moest lopen. Meestal doe je op twee benen, maar je komt maar op één been. Nou, dan loop je meestal niet zo hard. Nee, dat gaat niet goed, inderdaad. Dit is eigenlijk dus een zwak punt van het verdrag, waarbij u wel heeft geprobeerd om dat te voorkomen. Wat niet dus blijkbaar niet helemaal is gelukt. Nu heeft het verdrag wel meerdere zwakke punten, waarvan ik graag zou willen weten wat u er destijds van vond. We vonden namelijk een interview met u in eind jaren 80. En daarin werd u gevraagd. Met de Nederlandse televisie, journaal volgens mij. Klein fragment. Ja, er was een kort fragment. En een journalist vroeg u of het gevaarlijk was om ons spaargeld te koppelen aan niet zo degelijke landen in Zuid-Europa via de euro. En toen was uw antwoord dat de tucht van de financiële markten er wel voor zou zorgen dat een land dat te veel uitgeeft niet meer kredietwaardig is en daardoor geld geld duur moet lenen. En dat ze daardoor hun begroting wel op orde zouden brengen. Dat is uiteindelijk ook niet helemaal zo verlopen. Ik ben met vele anderen teleurgesteld in de discipline of de tucht die de financiële markten hadden moeten uitoefenen. En die ze niet hebben uitgeoefend. Want die gingen ervan uit toen de euro er een keer was. Dat zal wel in orde komen met die zwakkere landen wat betreft de begroting. Want als ze het slecht blijven doen, dan zullen de andere landen wel, hoewel er geen enkele verplichting was in het verdrag, toch wel te hulp komen. Wat op zekere hoogte helaas ook gebeurd is. De financiële markten hebben niet gewerkt. Maar is dat niet een soort van, dat is een heel economisch idee, vrije markt, dat corrigeert. Gelooft u daar dan nog eigenlijk wel in? Want de afgelopen 20 jaar hebben gebleken dat het niet zo was. Of dat het niet een zelfherstellend vermogen is. Dat was duidelijk niet ideaal. Nou, ideaal zijn ze nooit, maar ik had verwacht een meer gedisciplineerd verdrag. En dat heb ik ook een paar keer later ook pensioenfonds opgewezen. Ik zei, ik vind het heel begrijpelijk dat je een grote spreiding wilt hebben in je belegging en bijvoorbeeld ook belegd in obligaties van wat zwakkere landen. Dat is best. Maar er is toch een risk-reward ratio, om het maar in het Engels te zeggen. Dan moet je toch een veel hogere rente, dat betekent een veel hogere spread boven de Duitse obligaties vragen voor je risico. Anders doe je jezelf tekort. Ja, maar u zat zelf ook in het bankwezen. Snapt u dan waarom ze dan toch zo'n lage rente accepteerden van niet degelijke landen? Of dachten ze echt dat ze gezond waren? Wat ik net zei, dat een heleboel van die beleggers, dus belangrijke spelers, financiële markten, veronderstelden, zonder nou daarvoor zekerheid te hebben, dat als het echt mis zou gaan met zo'n land, zeg eens Griekenland, dat dan Europa, tussen aanhalingstekens, wel, they would build them out in het Engels, de hulp zouden schieten. Wat in feite ook gebeurd is. Op zekere hoogte, hoewel de banken en die beleggers en ook. Dat is de gedachte al vanaf het begin. Het pensioenfonds waar velen van nu verzekerd zijn of zullen zijn, als je later gaat werken. Maar zeg dat niet genoeg over de mentaliteit. Wacht even om een zin af te maken, het spijt me. Die hebben daar dus een stevig aan gelikt, zoals wij de financiële markten zeggen. Want die hebben dus afboekingen moeten verrichten. Dus het zijn niet de abstracte financiële markten. Het is ook uw pensioenfonds, om even een voorbeeld te geven. En dat is een pijnlijke ervaring. Maar was dat dan puur opportunisme van de mensen die daarin belegden? Of was dat is een veronderstelling wat ik net zei. Het is aantrekkelijk om het te doen, want we zullen wel gered worden, terugbetaald worden. Nou, dat is niet helemaal gebeurd. Er is wel steun voor neemt, maar intussen zijn er natuurlijk ook afschrijvingen, afboekingen gepleegd op die vorderingen. In dat nieuwe verdrag, wat nog geratificeerd moet worden, staan er veel strengere voorwaarden. Die hadden natuurlijk eerder al in de eerdere verdragen van Maastricht en daarna opgenomen moeten worden. Dat is dan kennelijk niet gebeurd.
Een andere tekortkoming natuurlijk van het verdrag van Maastricht is dat er landen in zijn gekomen eigenlijk in onze eurozone die er eigenlijk niet in hadden mogen zitten. Griekenland, Italië is misschien een beetje dubieus. Was dat, werd er in 92 over nagedacht of waren de criteria te losjes volgens u? Nee, daar is, ik was toen al weg, maar dat maakt natuurlijk niks uit voor het verhaal. Daar is heel goed over nagedacht en Nederland heeft, dat siert mijn opvolgers, heeft een stevig lawaai gemaakt, Kok en daarna Zalm, dat speelde toen, tegen de neiging om een aantal landen, en u noemde ze al, ik mag Portugal eraan toevoegen, om die toe te laten bij de eerste ronde. Dat verdrag was daar niet fout in, maar het verdrag stelde eisen. Ja, en als je dan later in een concreet voorbeeld, dan komt land A of B aanzetten, wil graag worden toegelaten. En als je dan zegt, ja, god, u bent aardige mensen en we zitten toch allemaal samen in één club, Europese club, we laten u toe terwijl u niet voldoet aan de eisen. Nou, daar zitten we nu met de gebakken peren. Dus een van de grote fouten is geweest het niet goed toepassen van op zich hele goede criteria die aan het verdrag stonden. Wie is dat te verwijten? Niet speciaal Nederland, ik zei net al, die waren kritisch. Wie heeft dat zwaar gepusheerd, die zuidelijke landen, waar ik verder helemaal niet tegen ben? Eén keer raai, het begint weer met een F, het eindigt met een K. Frankrijk is de boosdoener. En Europese Commissie. Dat neem ik ze wel kwalijk. Die hebben dat ook veel te weer gepusheerd. En daardoor, Italië is, nou ja, dat vond ik nog een grensgeval. En dat zie je ook nu, dat is toch niet helemaal te vergelijken met Griekenland. Maar Griekenland en Portugal, die voldeden niet aan de eisen. En dat hebben we nu, zei het, met vertraging van een aantal jaren. Merken we, nu zitten wij allemaal samen, u en ik ook. Ja, als belastingbetaler zit je met, nou ja, toch redelijk gebakken peren. En dacht Frankrijk destijds dat dat wel recht zou trekken? Dat zij op de termijn wel zouden voldoen aan die voorwaarden? Of was het echt een korte nou, termijn? Nou, daar kun je over gissen. Dan zou ik u adviseren om een interview te vragen met oud-president Chirac. Die is niet zo compostmentus meer tegenwoordig, maar die was natuurlijk verantwoordelijk daarvoor. Mm-hmm. En ik weet hun motieven niet, ook vriendelijk zijn jegens buurlanden, zoals Italië, want het buurland Frankrijk, Griekenland, wat anders. Nee, daar is een grote fout gemaakt, want anders zaten we nu niet met deze problemen. Dus u weet niet wat de beredenering daarvan is geweest? Maar daar is Frankrijk niet meer het slechtste jongetje van de klas, als er andere zuidelijke... Nee, maar Frankrijk heeft er nu ook last van. Frankrijk moet ook flink meebetalen aan gezamenlijke rekening. Dus het is niet zo dat zij daar helemaal schadevrij uitgekomen zijn. Maar naast het feit dat Griekenland en Portugal niet aan de normen voldeden, heeft Griekenland natuurlijk geknoeid met de boekhouding. Had u dat verwacht toen u dat hoorde? Omdat ik ervaring heb gehad in de jaren 80, zeg ik niet met plezier. Want de geschiedenis herhaalt zich, zoals u al zei, die herhaalt zich altijd, zei het op iets andere manier. De premier tot voor kort was George Papandreou. Die is dus nu vorig jaar vertrokken, maar heeft het jaren gedaan. Die overigens niet de slechtste was hoor, in Griekenland. Die heeft geprobeerd de puinhopen nog wat te verbeteren. En van zijn vader? Maar zijn vader, Andreas Papandreou, daar heb ik dus mee te maken gehad. Die was toen premier van Griekenland. Ze waren net toegetreden tot de Europese Unie. En wat nu heet de Europese Unie. En die kwam in Brussel bij een vergadering en zei, ik heb een probleem, of mijn land heeft een probleem. Ja, dat mag je zeggen en dat was ook wel waar. En zei, dat is heel interessant, wat gaat u daaraan doen? En zei, u moet er wat aan doen, dat waren wij dus. De lidstaten doen, u moet mij helpen. Zei, moet, er is niks te moeten. Waar staat dat in het verdrag? Dat was nog voor Maastricht, hè? Het oudere verdrag. Er staat niks in het verdrag, integendeel. We hebben geen enkele verplichting. Zeker niet als u het zo vraagt. Nou, dat gaf dus aanleiding tot een forse ruzie. Dus dat ondergetekende heeft dat goed onthouden. En toen heb ik onder andere gezegd, met de Duitsers, maar Nederlanders zijn dan misschien wel duidelijker daarin, naar het IMF. Het IMF is daarvoor geschapen. U bent lid, wij zijn lid. Die moet landen helpen, of moet niks, maar die kan landen onder voorwaarden helpen, die de zaken in de puin hebben laten lopen, op het punt van hun betalingsbalans en dergelijke. En dat vond hij niet prettig, want die hadden zulke harde voorwaarden. Toen zei ik, dat is nou precies de bedoeling, dat u daar naartoe gaat. Dan krijgt u harde voorwaarden voor uw beleid. Dat is niet geëindigd in een hele prettige conversatie. Dus de naam Papandreou, moet ik zeggen, heeft enige reminiscenties bij ondergetekend. Inderdaad, de mentaliteit zien. Maar is dat gesprek dan niet aanleiding geweest om de eigen voorwaarden te verscherpen? Nou ja, toen later bleek ook op dat punt waren de voorwaarden in het verdrag voldoende. Als een land die een aanvraag indient niet aan allerlei voorwaarden voldoet, dan mogen ze niet worden toegelaten. Daaraan voldeden ze niet. Even los van het
het frauderen met gegevens, even los daarvan. En dan toch toelaten, ja, daar zit je toch zelf bij. Dus we waren gewaarschuwd. Portugal is een ander verhaal, maar we waren gewaarschuwd. Alleen, ja, je mag natuurlijk vanuit gaan dat andere lidstaten de zaak niet bedonderen. Maar nogmaals... Maar verbaast u dat? Dat was voor mij niet de kern, want ook zonder het bedonderen van met cijfers was de situatie zwak. Ja. Want ze hebben toen geprofiteerd van het lidmaatschap van de EMU. Dat is op zich terecht, want je bent lid van die club geworden. Dat betekent dat de rente fors omlaag kon gaan. Want ze hadden het renteniveau van heel Europa, dat was eigenlijk het niveau van Duitsland. Dat was aantrekkelijk, ze betaalden veel minder rente op hun staatsschuld. Prachtig. En toen gingen ze achteroverleunen in de zon of niet in de zon daar. En hebben dus toen... niet orde op zaken gesteld, wat toen ideaal was, want ze hadden dat voordeel. En nu jaren. Met vertraging, al die economische processen werken met vertraging, zie je nu, hoe lang is dat? 7 jaar later, 8 jaar later, zie je de gevolgen. Maar u zei dat u niet verbaasd was door het frauderen. Denkt u dat de banken verbaasd waren door de fraudeacties van Griekenland? Of wisten die dat stiekem allemaal al? Nee, wist iedereen het eigenlijk al? Ik denk dat die zeer verbaasd waren. Nee, ik denk... Maar ik geloof dat een bepaalde bank, Goldman Sachs, enigszins heeft geholpen daarbij met het... verbloemen van alles? Weet ik niet. Dat kan. Ja, ik heb het ook gelezen. En uw, kan ik niet beoordelen. En uw vorige bank, Citigroup, had die het door, denkt u? Nee, want ik was toen in die jaren verantwoordelijk bij Citibank. Onder andere voor Europa, nogal meer. Stukken van de wereld. En ik ben ook regelmatig in Griekenland geweest. En ook met ministers van Financiën of staatssecretaris van Financiën gesproken. Die indruk kregen we niet. Nee, dat is... Dus u adviseerde gewoon om je Griekse obligaties te beleggen? En mag ik opwijzen dat meneer Papadimos, die nu technocraat, nu minister-president is, terecht gevraagd om die puin op te ruimen, toen gouverneur was van de Centrale Bank, president van de Centrale Bank. Een betrouwbare man? Ik denk het wel. Maar dan ben je toch een beetje verbaasd hoe dat kan. Dat hij, terwijl hij natuurlijk veel dichterbij zat dan nu en ik. Ja, hè? Dat hij dat ook niet hoort. Daar kom ik niet uit. Dat is ook aardig. Ga naar hem toe. Een vraag dat als interview. Ja, we zullen hem uitnodigen. Eens kijken wat hij zegt. Ja. Ja. Hij heeft hij kent Nederland goed en hij is een goede econoom. Dus hij zal zeker de uitnodiging aannemen. Ja. Maar gaat het de goede kant op nu met Griekenland? Want wij zien alleen maar beelden in het journaal van brandend Athene. En dat eigenlijk al een jaar lang. Ja, nou, het valt er wel mee, brandend Athene. Dat valt er wel mee. Je moet niet verbaasd zijn dat er protesten zijn, dat is natuurlijk logisch. Het positieve is dat er hele zware maatregelen zijn genomen, ook was hard nodig en veel te laat, die voor een deel ook al effect hebben. Ook hard nodig. Dat is het positieve. Het negatieve is dat het tot nu toe niet voldoende is. Nou, iets wat niet eens kan komen, en dat hoop ik ook. Maar ik weet niet of uiteindelijk... als Griekenland, dan komt de test in de praktijk. Als Griekenland weer naar de kapitaalmarkt moet om schulden te herfinancieren. Dat is uit mijn hoofd gezegd eind 2013, het kan 2014 zijn. Of ze dan al zover zijn dat ze op eigen kracht, tegen een niet al te gek hoge rente, ze kunnen herfinancieren. Als dat dan niet lukt, en dat weten we niet, dan zitten we echt klem, zei ook. En dat is dus nog onzeker. Maar denkt u dat Griekenland op lange termijn concurrerend genoeg kan worden om überhaupt als land binnen één vaste munt te overleven? Nee, dat is een cruciale vraag. Het antwoord is dat kan. We hebben al meer voorbeelden gezien, ook buiten Europa, dat kan. Neem even Brazilië, ik ga er nou niet op in, maar jarenlang droevig geval en blijkt goed te gaan nu. Maar ik heb daar wel een hard hoofd in die concurrentiepositie. Want het probleem is, dat vergeten heel veel mensen, ook in Nederland, er is veel meer aan de hand in zo'n land, ook in Portugal, veel meer dan alleen de overheidsbegrotingstekorten en schulden, die zijn ernstig. Maar het is ook de betalingsbalans. En dat is dus de concurrentiepositie, in feite wat u zegt. Die zit ook grondig mis. Dus het probleem van zo'n land is veel breder, helaas, dan dat is bij Griekenland en Portugal het geval. Ierland, een derde land wat we gesteund hebben met z'n allen, u en ik, dat is een ander verhaal. Dat heb ik nog geen tijd voor om uit te leggen. Die betalingsbalans is daar geen probleem. Ik weet niet, of antwoord op uw vraag, of zij in een paar jaar... Ik denk niet in een paar jaar die concurrentiepositie. Lonen zijn veel te hoog, arbeidsuren zijn veel te kort, et cetera. Veel te veel ambtenaren. En ga maar door, al die verhalen. Feiten. Daarom, ik,
u hoort mij niet zeggen, er is voldoende gedaan. Dat over een paar jaar is dat allemaal in orde in Griekenland. Griekenland moet wel deel blijven van de euro. U vraagt er naar mij, of aan de Grieken. Dat bepalen zij. Wij hebben niet veel te bepalen. Wat ziet u als beste? Want als leden van de EMU, hè, wat Nederland onder andere is, wij kunnen niet het land verwijderen uit de eurogebied. Ook al zou je dat willen. Dat staat in het verdrag, dat dat niet kan. Een land zelf kan uittreden, dat is ook niet beschreven, maar dat kan. Het is denkbaar dat ze dat doen. Ik denk dat ze het niet doen, maar het is niet onmogelijk. Ze hebben het tot nu toe heel duidelijk gemaakt. Ik denk dat ze daar gelijk aan hebben. Dat ze erin wilden blijven, omdat dat vanuit hun visie beter is, of minder slecht, dan eruit gaan. De chaos die dan zich voordoet, is veel ernstiger dan de chaos nu. En dat vergeten een heleboel mensen in Nederland en met name Griekenland. Ja. Dan zijn er nog veel meer branden, wat u zei, en protesten en demonstraties. Want dan krijg je een volstrekte chaos in dat land. En dat willen ze niet. Maar ja, wat niet is, kan komen. Ik sluit niet uit, want dat vroeg u, dat Griekenland zelf zou besluiten over enige jaren, als ze dan de zaak niet rondkrijgen, wat ik net beschreef als mogelijkheid, dat ze dan besluiten, genoeg is genoeg, we treden uit. Ik verwacht het niet, maar het kan. Maar Griekenland is bijna het symbool geworden voor de eurocrisis. Is het minder aan het worden? Gaat het de goede kant op, denkt u? Of zijn we nog steeds net zo erg als vorig jaar? Voor de hele eurocrisis? Voor de hele euro. Ja, het is voor mij geen eurocrisis, want die euro die functioneert heel goed. Hoor. Kijkt u iedere dag naar de financiële markten. Maar daar gaat het even niet om. Ik denk dat er intussen, het is veel te langzaam gegaan, maar dat er een heleboel is bereikt sinds die zaak eigenlijk ontplofte. In de duidelijkheid kwam, dat was dus meer dan 2 jaar geleden alweer. Twee jaar, 4 maanden geleden. Dus veel te langzaam zijn er maatregelen genomen door de grote tekortlanden in het eurogebied. En die zijn veel belangrijker dan Griekenland en Portugal, gewoon om ze weer groter te zijn. Dus Spanje, Italië. 3 willekeurige volgorde, Spanje, Italië en Frankrijk. Grote landen, als die zouden dreigen om te vallen en steun zouden nodig hebben van ons soort landen, hè, crediteurlanden, overschotlanden, dat zou te groot zijn. Ik denk dat kunnen wij gewoon niet aan, zo'n zwaar gewicht in je vangennetje ophouden. En die hebben die tijd moeten gebruiken om hun eigen huis op orde te brengen. En dat is, zoals u weet, ik hoef de naam Berlusconi maar te noemen, in Italië niet gebeurd totdat meneer Monti uit de stallen is gehaald om daar stevig aan te pakken. En Griekenland met Papadimos. Moet nog blijken of het lukt. Maar Frankrijk, kijk maar eens naar de verkiezingsstrijd, wat je daarvan hoort, de 2 topkandidaten, meneer Hollande en meneer Sarkozy, even los van je voorkeur voor die mensen, daar gaat het niet om. Wat die allebei voorstellen op dit terrein is echt, daar krijg je slapeloze nachten van. Ik geloof dat ze dit weekend weer gepleit hebben voor nieuwe interventies voor de ECB. Dat die weer een massale inkoopactie of opkoopactie gaat doen. Wat vindt u daarvan? Dat is niet de oplossing. Frankrijk moet eerst zelf orde op zaken stellen. Het is een land met veel te hoge staatsuitgaven. Het enige wat ze voorstellen is, allebei eigenlijk, wel de ene meer dan de ander, is belastingverhogingen op allerlei gebied. Ja, dat hebben ze heeft Frankrijk al 40 jaar gedaan. En de hoogste belastingdruk van heel Europa. Misschien Zweden, maar die hebben weer andere. Die staan er beter voor. Dus ik vind dat een heel gevaarlijke ontwikkeling. Dan weet ik wel, na verkiezingen, als iemand wint het natuurlijk, dan wordt die soep niet zo heet gegeten. Maar ik vind dat toch gevaarlijke uitlatingen ook. Dat men, dat is althans meneer Hollande, dat men essentiële elementen van het verdrag, wat al niet zo sterk is, het nieuwe verdrag, wat nog geratificeerd moet worden verder, dat onderuit wil halen. Dan zeg ik, ja, is dat nou de oplossing? Nee. Maar wat vindt u van het feit op zich dat de ECB eigenlijk kapitaalinjecties doet, via een sluiproute obligaties opkoopt? Hoort dat bij haar rol? Het zijn gelukkig geen kapitaalinjecties, maar het zijn enorme liquiditeitsinjecties en voor banken, maar indirect dan ook voor de overheden. Want dat is in veel landen is dat natuurlijk verbonden, omdat banken heel veel overheidsobligaties hebben. Dat is gebruikelijk. Ik hoor bij degene die daar heel kritisch tegenover staan. Want ik vind dat men, het gaat niet om de formalistische argumenten, maar men overschrijdt het mandaat wat men heeft in het verdrag voor de Europese Centrale Bank.
En dat is niet voor niets, daar ben ik toen nog bij betrokken geweest, daar hadden we het net even over. Niet voor niets heeft men strenge eisen gesteld en gezegd, een centrale bank is een centrale bank en die is een lender of last resort voor banken die liquiditeitsproblemen hebben. Maar is er niet voor om indirect overheden te financieren? En dat dreigt dus. En daarom zijn velen bij de Europese Centrale Bank terughoudend op dat terrein. En zeker ook, u zei me dat meneer Knot hier is geweest, zeker ook de Nederlandse bank, als een van de leden daarvan, hoort tot de meer zeg maar terughoudende centrale banken op dat terrein. En ik deel de mening wel van de Nederlandse bank op dit terrein. Is dat ook waarom u tegen euro-obligaties bent? Omdat dat de begrotingsdiscipline ondermijnt? Absoluut. Ja, u formuleert het heel goed. Ik moet die zin eraan toevoegen. En dan wat u net zei. Ik ben in abstracto niet tegen euro-obligaties. Ja, dat zijn dus obligaties die worden uitgegeven door een instelling in Europa. Die kun je creëren, wie dat ook is. Maar daar gaat het om die door garanties gesteund wordt door alle lidstaten samen. En dan gaat het vooral om de sterke lidstaten en vooral om Duitsland. Om daarmee een attractief beleggingsinstrument te hebben, dat kan tegen redelijk lage rente lenen. Dat is de bedoeling. Daar je bent voorstander van een geïntegreerde kapitaalmarkt? Nou ja, dat zou een element zijn. Maar dan heb je weer, dan ben je weer terug wat u zelf net citeerde, gelukkig uit mijn werk. Dan moet er eerst een voorwaarde worden voldaan. En mijn hoofdpunt is, en van vele anderen, daar is absoluut nog niet aan voldaan. En dat begrijp ik ook wel. Er is nog geen zeg maar, Europese minister van Financiën. Maar wat belangrijk is, nog niet voldoende coördinatie van het begrotingsbeleid. En ik ben er dus falikant tegen dat die euro-obligaties zouden worden goedgekeurd. Dat zal ook niet gebeuren, zolang er niet voldoende centralisatie is. Want dan heb je het risico dat je obligaties gaat uitgeven die of niet worden gekocht door de markt, om te zeggen de basis ontbreekt, of wel worden uitgegeven met enorme bedragen tegen een rente die veel hoger is dan Duitsland of Nederland, of Finland en zo, zouden moeten betalen. En dat is het dus voor ons ieder jaar 1% extra betalen op de staatsschuld in Nederland. Ieder jaar al gauw 3 à 4 miljard euro, wat u allemaal samen moet ophoesten. En dus daar ben ik niet voor. Uiteindelijk kan dat gebeuren, maar niet in deze fase. Op termijn wel. Maar wat dan als ze nu euro-obligaties gaan uitgeven tot 60% van de staatsschuld? Waardoor landen alsnog de druk krijgen om zich aan de begrotingsdiscipline te houden. Maar dat we wel ook Nederland mee kan profiteren aan het liquiditeitsvoordeel van het uitgeven van. Nou, de liquiditeit is nu heel goed. Als Duitsland obligaties uitgeeft, is dat uitstekend. Nee, ik ken dat voorstel, maar daar ben ik ook tegen. Dat is een beetje het verhaal van dat als ik zeg, als u mij zegt, wilt u vergif innemen? Dan zeg ik nee. En zeg ja, maar dat begrijp ik wel. Maar als u nog een klein beetje vergif inneemt, dan is het minder erg. Zeg. Geen haar op mijn hoofd. Dus nee, ik ben daar. Maar op zich, er zou toch een markt komen? Die zou dan groter worden dan de Amerikaanse staatsobligaties? Nou, we weten allemaal dat de staatsschuld van Amerika en het tekort eigenlijk veel slechter is dan dat van een gemiddeld Europees land. Dan krijgen we toch gewoon een markt met relatief een lagere tekorten dan Amerika. Betere, nou ja, lagere staatsschuld. Dat zou toch alleen maar voordeel zijn? Daar kan Nederland alleen maar van profiteren? Ja, ja. Ik herken dat in Amerika de grote zwakten zijn van tekorten. De twin deficit van de begroting en de betalingsbalans. Maar dat is een heel ander verhaal. Eerst is dat, ja, dat is een veel groter land. Maar vooral, zij profiteren, dit is nu een keer een historisch feit, van het feit dat de dollar nog steeds de grootste internationale reservevaluta is, waardoor een heleboel beleggers, ook in derde landen, beleggen in dollars, die nog steeds niet aan de euro toe zijn, hoewel de euro oprukt. En daar profiteert de Amerikaanse, dat is waar, de Amerikaanse overheid van. Of dat eeuwig doorgaat, weet ik niet. Maar dat is een voordeel. En ik herken ook wel het liquiditeitsargument wat u noemde. Dat als je een grotere markt hebt, dat blijkt ook uit mijn boek, dat een voordeel is. Maar ik ben niet bereid een zodanige prijs daarvoor te betalen voor Nederland of dat soort landen in deze fase. We zijn nog steeds, ik ben een groot voorstander van geïntegreerd Europa, dat blijkt ook wel uit mijn boek van lang geleden. Maar er zijn grenzen. We zijn niet een eenheidsstaat. Maar waarom wij zijn nog niet zo ver dat we bereid zijn alle problemen andere landen op te lossen.
Maar euro-obligaties zouden op lange termijn een oplossing kunnen zijn. Op korte termijn wil Europa graag dat we allemaal teruggaan naar een tekort van max 3%. U bent econoom, Europa-kenner. Misschien kunt u ons uitleggen waar dat getal 3% vandaan komt. Nee, dat heeft een zekere willekeur. Ik wil even eerst die andere vraag. Die euro-obligaties, en u noemde het net, worden door velen voorgesteld als de oplossing, of één van de oplossingen van het probleem. Absoluut niet. Dit is vooral toen de vorige Italiaanse minister van Financiën, Tremonti, zei, dat is de oplossing van onze problemen. Dat als zo iemand dat zegt, dan moet je het nooit doen. Want dat is een extra liquiditeit geven aan iemand. Ja, dat is dezelfde als een dronkaard op straat. Hè? Nog een fles wijn of een fles bier geven. Dan zuipt u dat ook op. Dat is logisch. En dan vraagt hij weer om iets. Dus dat is het niet. Nee, waar het mij om gaat is, je mag best, daar hoor ik bij, door die groep, meer solidariteit, meer steun, maar wel onder de voorwaarden van meer discipline. Ja, of soliditeit, zeggen de Duitsers, maar ik hou maar van het woord discipline. Dat is de kern en daar heeft men dus naar gestreefd. En heeft men natuurlijk wel wat bereikt in de laatste 2 jaar, hoewel die onderhandelingen, dat geef ik toe, wat te lang hebben geduurd. Hebben we een vraag uit het publiek? Ja, ja, ik was benieuwd, meneer Rudding. Er is een artikel, een column verschenen van Paul Krugman. Het is moeilijk te verstaan met dit gegalm hier. Volgens mij kan ik zelfs zonder microfoon praten. Oh, ik zal maar dichterbij gaan staan, maar... Ja. Er is een column verschenen in de New York Times van Paul Krugman over het toelaten van inflatie in de eurozone. En zijn betoog luidt eigenlijk dat inflatie juist moet worden toegelaten in de eurozone. Juist dat er te veel austerity measures zijn en dat door het toelaten van inflatie er juist veel beter kan worden omgegaan met het oplossen van de huidige problematiek. En de vraag is eigenlijk, hoe kijkt u er tegenaan? Vindt u dat ook een goed idee? Vindt u dat Duitsland wellicht daar te veel weerstand tegen biedt? Of andere landen wellicht? Of vindt u dat eigenlijk onzin? En vindt u dat prijsstabiliteit nog steeds zo strak moet worden gehouden als maar zijn kan? Ja, nou, los van wat Duitsland vindt. Ik weet niet of het ding nog werkt. Maar los van wat Duitsland vindt. Wel op dat punt zit ik toch wel op de harde lijn. Want het meest gevaarlijke is een situatie waarin debiteuren, wie het ook zijn, overheden of anderen, pleiten voor meer inflatie. Want dat is een feit. Dus natuurlijk het ontwaarden van je vorderingen en het voor een deel als geleidelijk en straffeloos het niet terugbetalen van je schulden. Want de reële waarden gaan die achteruit. Nou, dat is punt 1. Punt 2 is, maakt u zich geen zorgen, als u die zorgen zou hebben, over een te lage inflatie in Europa. Ik maak me juist zorgen over enige tijd een te hoge inflatie in Europa. En dat is het gevolg van enorme bedragen aan liquiditeiten die nu nog, in die laatste jaren, en ik denk ook de komende tijd, worden gepompt in de Europese en Amerikaanse economie, door de centrale banken, door die overheden. Dat betekent met vertraging, nu nog niet, meer inflatie, dus hogere rente. En dat dus die inflatie, als je die zou willen, komt toch wel. En ik ben er helemaal niet bereid om die nog verder te ondersteunen. En mag ik de slot opwijzen dat er waren mensen, ik niet hoor, die een tijdje geleden toen de crisis begon, hele artikelen schreven, die hoor je nou niet meer, gelukkig. Die waren doodsbang voor deflatie. Nou, ik ben ook sterk tegen deflatie. Maar ik hoorde bij degene, ik mag wel zeggen, ik daar gelijk aan heb gekregen. Zei, nou, daar maak ik minder zorgen over dan op termijn inflatie. Nou, we zitten nu al met een inflatie in Amerika en in Europa die al boven de 2% komt. Niet als niet, toch niet dramatisch. Maar dat is, dat betekent wel dat de rendementen nu reëel, dit voor de economen onder u, reëel negatief zijn. Dat is een abnormale situatie. En dat zou je dus nog verergeren door, dan ben ik terug bij uw vraag, door die inflatie kunstmatig te gaan verhogen. Dus ik ben daar sterk op tegen. Heel korte vervolgvraag dan. Hoe denkt u dan dat het zich gaat ontwikkelen in de aankomende, zeg, 1 à 2 jaar, in die termijn? Hoe gaat de inflatie zich ontwikkelen en hoe gaat de rente wellicht zich ontwikkelen in Europa dan? Nou ja, dat weet ik ook niet. En als ik het zou weten, dan zou ik hier niet gratis advies geven. Uiteraard, maar wat is uw visie? Nee. Maar nou, ik heb het antwoord al gegeven. Ik ben ook al nu al bezorgd over een, dat zal zich morgen niet voordoen, maar over een paar jaar,
bezorgd over toenemende inflatie. En dan heb ik natuurlijk niet over de hyperinflatie van Duitsland van de jaren 20 van 1000%. Maar een inflatie die stijgt naar zeggen 6-7% per jaar vind ik te hoog. 2% gaat wel nu. En dus die zorg, die heb ik, en ik ben niet alleen hoor, die heb ik nu al. En mag ik u erop wijzen dat er een heleboel debiteuren, dus onder andere grote bedrijven, nu al actief obligaties plaatsen, dus geld opnemen. Niet zozeer omdat ze illiquide zijn, maar omdat die diezelfde mening kennelijk hebben. En die proberen nu, en dat lukt ze ook wel, in Amerika en Europa, obligaties te plaatsen voor 20 tot 30 jaar looptijd. Nou, zo lange looptijd hebben ze niet nodig. Maar dat is omdat ze dan natuurlijk zeggen, nou, dan ben ik, weet ik zeker. Daarom adviseer ik ook mensen met hypotheken nu, als die nieuw worden gesloten of als de rentetermijn afloopt, om als ze die herfinancieren of financieren, om dat voor een lange termijn te doen. En niet voor een korte termijn. Ik vrees dat over enige tijd, niet morgen, maar die rente omhoog gaat. In Nederland, maar elders ook. In Europa. Dus dat is meer mijn zorg. Maar de inflatie heeft over. Dat wordt natuurlijk altijd geacht dat het 2% maximaal moet zijn. Dat heeft ook zijlings te maken natuurlijk met die 3%-norm. Ik geloof dat erbij komt, er is een aanname dat er jaarlijks een groei zou zijn in de economie van 5%. En vanuit allemaal berekeningen kom je dan op een tekort van 3%, wat je jaarlijks maximaal zou mogen hebben. Maximaal. Maar ja, hoe realistisch is die aanname? Want volgens mij hebben we lang geen 5% groei meer gehad. Nee, daar hebt u gelijk in. Nee, u geeft het goed weer. Maar ik moet weer terug naar de vraag. Dat ben ik niet vergeten. Maar we hebben even die inflatielijn. Nee, die is wel belangrijk. Die 3% heeft ook altijd een zeker arbitrair karakter. Je kunt niet precies zeggen 3% is heilig en 2,7 of 3,3 is absurd fout. Nee. Maar de achterliggende redenering is, zoals u net zelf zei, dat men zegt dat bij landen die de zaak redelijk op orde hebben, dus niet Griekenland, maar redelijk op orde hebben, wel tekort, maar toch, die kunnen overleven als het ware financieel met een tekort van maximaal, niet als streven, maximaal 3%. Maar er staat ook in dat verdrag, langdurig streven moet zijn ongeveer 0%, dus ongeveer begrotings evenwicht of 0,5%, daar mag er van afwijken, maar dat is niet veel. Nou, daar zijn we nog ver vandaan, maar ook Nederland zat begin jaren 2000 met een overschot op de begroting. En Amerika heeft dat in de latere jaren 90 ook gehad. Dus het is best mogelijk om dat te bereiken. Maar die 3% moet je zien als een maximum. En daarom heb ik ook wat moeite met mensen die voortdurend kakelen in allerlei media en waar dan ook. Hooggeleerden en anderen die zeggen, oh wat vreselijk, ook de eerder genoemde van de New York Times of de International Health Tribune, dat is hetzelfde uitstekende krant overigens, maar vanmorgen meneer Krugman weer die meest vreselijke beledigingen over het Europese beleid, maar hij wat dan doet hij stimulerend ook is, nee, maar hij vergeet dus dat die overheden en die centrale banken in Europa nog dagelijks stimuleren. Ik zeg niet dat ik daartegen ben, maar mag ik even erop wijzen dat ze dat wel degelijk doen met een tekort wat ver boven die 3% zit in de meeste landen in Europa. En de Europese Centrale Bank die meer stimuleert dan eigenlijk mag volgens haar mandaat. Dus om dan te zeggen dat ze in Europa helemaal bezeten zijn van rigidity, noemde hij dat. Dan zeg ik, ach man, kom maar eens op bezoek. Of besteed eerst eens je tijd aan het op orde brengen van de troep in Amerika op het gebied van de begroting. Maar uw mening is helder. Dan heb je ook de directeur van het CPB, Koen Teulings, die zegt, nou 3%, we kunnen wel even daar omheen manoeuvreren. Voor mij is het niet heilig in ieder geval. En volgens hem heeft Europa het ook zo geregeld dat je er tijdelijk van af kan wijken. Maar hoe kan het? Want uw denktank informeert CPB volgens mij, geloof ik. Heeft contacten met het CPB? Ja, contacten, ja, maar die zijn helemaal los van elkaar. Nee, maar u maakt dus gebruik van dezelfde feiten, dezelfde statistieken. Maar waarom heeft u dan toch zo'n andere mening dan de heer Teulings? Is dat niet heel kenmerkend voor de economie dat er niet echt één waarheid is? Nee, dezelfde feiten, twee conclusies. Nee, dat laatste is waar. Nou, dat doet zich ook bij de echt exacte vakken voor. Hè? Meningen van fysici en over het klimaatontwikkeling, maar dat even terzijde. Hoor. Maar nee, de heer Teulings, het CPB, is niet meneer Teulings, het CPB heeft een mening, dat mag. Die is onafhankelijk van andere meningen. Ik heb een twijfels of het zo verstandig is of het CPB bij monden van de heer Teurings voortdurend meningen geeft
die dicht bij de politiek zitten. De primaire taak is toch informatie geven over economische ontwikkelingen. En prognoses, heel belangrijk. En die moeten we ook overnemen, want je moet niet daar in twijfel gaan trekken. Dat is iets anders dan meningen hebben over politiek nu in discussie zijnde onderwerpen. Dat mag een denktank wel doen, waar ik voorzitter van ben. Dat is wel een verschil tussen een onafhankelijke denktank. Zelfs binnen een denktank zijn er meningsverschillen. Maar daar mag het, maar bij een overheidsapparaat of bij een bedrijf kun je dat niet hebben. Dan moet iedereen dezelfde mening toch geven als de baas. Maar op sommige punten ben ik het ook niet eens met de heer Teulings. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat die 3% niet iets is. Kijk maar naar het verdrag, het oude verdrag al, wat er nog steeds is. Heel simpel zegt, u moet naar 3% punt. Er kunnen omstandigheden zijn om dat geleidelijker te doen. Maar dat wordt bepaald niet door hem en door mij, maar door de Europese Commissie. Die moet dat interpreteren. De overheid heeft nu eigenlijk 2 opties in tijden van recessie. Of we gaan de vraag stimuleren, we gaan nog meer uitgeven eigenlijk. Of we gaan toch bezuinigen, 2 schoon in de economie. Keynes, Hayek wordt dat vaak geroepen, die discussie. Wat hangt u meer aan? Ja, dat is een beetje, het is juist wat u zegt, maar dat zijn die zwart-wit redeneringen. Zo simpel is het niet. Het beste is om een beleid te voeren wat, ook al kan dat niet helemaal tegelijk, is om de discipline ook tot uitvoering te brengen waartoe u verplicht bent. Wat betreft onder andere de begrotingstekorten terug te brengen tot een laag tekort. En tegelijk ook maatregelen te nemen om de economische groei te bevorderen. Daar ben ik ook voor. Maar dat komt niet zomaar ineens uit de lucht vallen. Eén keer klappen wat sommige mensen denken. En daar heb je structurele wijzigingen voor nodig in de meeste landen. Ik denk bijna alle landen. En we hebben het over Griekenland en Portugal gehad. Maar ook in ons land. Maar dat is een te lang verhaal. Dat zijn dus wijzigingen die niet altijd direct een verbetering van de overheidsbegroting hoeven teweeg te brengen. Bijvoorbeeld, ik noem iets. Het sneller verhogen van de AOW-leeftijd, waar ik sterk voor ben, sneller dan eerder was afgesproken, betekent niet dat je volgend jaar daar 1 cent op de begroting aan wint. Maar daarmee is het toch een goede maatregel. Dus dat zijn die structurele hervormingen. Maar puur alleen met de vrije markt redden we dus niet. Nou ja, de vrije markt, dat idee heerste heel erg in de jaren 80. U was minister van Financiën, Lubbers was minister-president. Je had Reagan, je had Thatcher. Het was de grote tijd van deregulering, privatisering, liberalisering. Ja. Hoe kijkt u daar nu op terug? Met de feiten van de afgelopen crisis? Ja, maar zo simpel was het niet, helemaal niet. Juist als je liberaliseert, dus meer vrijheid mogelijk maakt voor wat voor onderwerp dan ook, heb je dikwijls meer regels nodig, dat heb ik toen al beweerd, maar niet nu, om toezicht te houden dat men zich houdt aan bijvoorbeeld op het punt van, dat is ook al heel oud, van de mededingingsbeleid. Dat was er al heur, maar ook op het punt van toezicht op bankwezen. Maar hadden Lubbers en u niet toen die deregulering plaatsvond het mandaat van de toezichthouders moeten vergroten, zodat zij inderdaad echt beter toezicht konden houden? Nou ja, achteraf kan niet het ene loslaten en het andere. Nou, je had misschien meer moeten doen, maar er zijn op allerlei terreinen, zijn wel degelijk, is ook het toezicht verbeterd. Er zijn ook toen al maatregelen genomen, dat begon in 1988, dat is mijn tijd, dat in Basel, nu zitten we Basel 3, heeft een grote invloed nu op de banken, maar toen was het Basel 1, daar eiste men dus, en dat is ook toegepast, gelukkig, anders zaten we in een veel grotere puinhoop nu dan anders het geval zou zijn. Toen zijn de eisen al verscherpt wat betreft de minimum kapitaaleisen voor banken als voorbeeld. Dus het was helemaal niet zo dat je alleen maar alles vrij wilde maken met de markten, zoals u zei. Dat was een element, maar tegelijk ook absoluut, dat was het Nederlandse beleid. Ik spreek niet over bepaalde stromingen in Amerika, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, die verder wilden gaan. Maar we wilden wel degelijk met andere landen in Europa ook een voldoende mate van toezicht houden op de financiële markt en op het bankwezen, et cetera. En dat heeft ook gewerkt. Dan misschien achteraf kun je zeggen, is het onvoldoende geweest. Ja, dat kan. Net als bij de euro. De opzet was goed, maar achteraf blijkt dat het, dat was natuurlijk later geweest dan de jaren 80, dat onvoldoende is geweest. Voelt u zich daar verantwoordelijk voor? Dat u destijds wel voor de deregulering heeft gezorgd, maar blijkbaar dus niet voor een dermate verscherpt toezicht dat voldoende is geweest om bijvoorbeeld de financiële markt
goed laten functioneren. We hebben toen, ja, maar dat is, wat nu is gebeurd, is wel heel veel, zo'n 20 jaar later. Hè, zijn grenzen daar had je wel fundamenten van. Zijn grenzen waar ik voor verantwoordelijk ben qua tijd. Nee, maar we hebben dus, wat ik net zei, op een aantal terreinen wel degelijk ook additionele maatregelen toen ingevoerd. Dat is natuurlijk samen met andere landen, dat kun je niet alleen doen. Juist om op die manier ook de liberalisatie en deregulering. Ja, het was vooral primair liberalisatie hoor, binnen Europa. Om dat mogelijk te maken. Want het was toen nog maar heel zeer beperkt. En dat heeft ook wel gewerkt. Maar u bent vrij kritisch op het toezicht. Misschien ook terecht. Iemand anders, nou, commissie De Wit, net de rapport is vorige week uitgekomen. Ook heel kritisch op het toezicht. Maar daarnaast kwamen ze ook met een paar aanbevelingen. En eentje ging over de scheiding tussen nuts- en zakenbankieren. En wij vroegen ons af wat u als oud-bankier, u komt uit die wereld, daarvan vindt. Is dat een goede aanbeveling? Of? Nou, ik heb niet, dat kan ook nog niet. Ik heb het rapport nog niet in handen. Misschien ligt het thuis, maar in Brussel. Maar ik weet niet wat ze op dat terrein nu hebben voorgesteld. Ik weet wat ze bij het eerste rapport hebben voorgesteld. En ik weet niet of dat nu op dit terrein anders is. Want de aandacht ging vooral naar het andere onderwerp van minister van Financiën en president Centrale Banken. Maar dat was een ander onderwerp. Nee, ik vind dat er een heleboel goede dingen in de rapporten van de commissie De Wit zaten of zitten. Maar ik vind hun aanbevelingen op wat betreft de structuur van het bankwezen imponeert me niet. Ik denk dat het er ook ten dele is gebaseerd op onvoldoende inzicht hoe dat in feite werkt. Dus dat zo'n splitsing in die vorm spreekt me niet aan. Omdat, ik geef u maar één voorbeeld, want heb ik meer tijd daarvoor nodig. Was de gedachte dat verkleint het risico dat banken onderuit gaan. Dat laatste natuurlijk ongewenst. En dat verkleint dus het risico dat de overheid er moet optreden of wie dan ook. Nou, kijk eens even naar de voorbeelden die we gehad hebben. De DSB-bank. Daar was niks te splitsen. Dat was alleen maar een retailbank. Hè, een nutsbank, zoals men het zegt. Hypotheken en dat soort dingen. Had niks te maken met zakenbanken of investmentbanking. Nou, die is, dat weten we allemaal, grondig onderuit gegaan. En het heeft reuze weer geld gekost. Als voorbeeld. En zo zijn er in het buitenland ook voorbeelden. Dus je lost het probleem niet op door dat helemaal te splitsen. En mijn hoofdbezwaar daartegen is, je moet wel strengere voorwaarden stellen, hogere kapitaaleisen onder andere. Mijn hoofdbezwaar is dat banken moeten in staat zijn juist hun cliënten goed te bedienen. Maar die cliënten hebben behoefte aan, ook gewone, fatsoenlijke cliënten, aan bedrijven zoals midden- en kleinbedrijf, aan derivaten. Die hebben een hele slechte reputatie, ja. Dat weet ik allemaal wel. Als je het verkeerd gebruikt. Maar de oorspronkelijke bedoeling daarvan was om to hedge your risks. Dus terugbrengen van je risico's. Maar daar moet je wel een tegenpartij voor hebben. Daar moet een bank voor optreden. Dus daarom zeg ik, pas wel op. Dat je moet wel weten waar je het over hebt voordat je dat voorstelt. Dus ja, ik ben dus lang bankier geweest, inderdaad. Ook nog even voordat u minister van Financiën werd. U stapte over van de bankenwereld naar de politieke wereld. Hoe ging die overgang? Heeft Lubbers u gebeld vanuit de studietijd nog? Zei nou, meneer Ruding, wilt u dit doen? Of hoe ging dat, die overstap? Was het heel abrupt? Ja, dat was de tweede ronde. De eerste ronde was in 1979. Lang geleden. Toen het kabinet van Acht Wiegel in problemen zat. Minister van Financiën Andries was afgetreden. Wat ik best begrijp. Want hem werd niet mogelijk gemaakt een goed beleid te voeren. En toen werd gebeld door de heer Van Acht met mij. Maar ik zat intussen in Washington, dat was een beetje ver weg, bij het IMF als directeur. En die belde of ik, want die was minister-president, of ik bereid was in dat gat te treden. Ja. Toen heb ik hem zeer bedankt voor de eer. Dat was een eer, maar direct ook nee gezegd. Omdat ik zag daar geen mogelijkheden toe of zinvol voor mij. Dus dat was eerder. En de heer Lubbers was daarbij betrokken, want die was fractieleider toen van de KVP, later CDA. En later, in 82, toen was de beurt aan de heer Lubbers om te formeren. Die heeft mij inderdaad gebeld. Maar dat was ook een vervolg van 3 jaar daarvoor. En toen zag ik er wel mogelijkheden in, een nieuw kabinet. Om uw harde bezuinigingen door te voeren. Er was genoeg ruimte voor. Oh ja, onder andere, er was wel meer dan dat. Maar, ik kwam dus niet uit de politiek. Maakte u dat een betere politicus? Omdat u nog niet helemaal ingebed was in al het systeem van vastgeroest in het partijsysteem misschien? Ja. Dat is een goede vraag, hoor. Maar dan moet u anderen ook vragen. Je weet natuurlijk niet hoe eenzelfde persoon beter of slechter zou zijn geweest in de functie als hij eerder in de politiek had gezeten. Dat weet niemand. Hè? Nee. En ik ook niet. Nee, ik wil u vragen. Ik zou niet willen beweren, dat zou ook een beetje eigenwijs zijn als ik dat zou beweren, dat
het feit dat ik niet uit de politiek kwam toen, dat dat is toe bijgedragen om een succesvol minister te zijn? Nee, want je kunt ook zeggen, nee, er zijn ook hele goede voorbeelden van mensen die, hè, zoals meneer Zijlstra, die werd minister van Financiën, terwijl hij jaren daarvoor minister van Economische Zaken en succesvol was geweest. En hij was ook succesvol minister van Financiën. Dus dat kan best. Nee, ik geloof, het is ook dikwijls de tijdstip en de samenstelling van het parlement, samenstelling van het kabinet. Die waren bereid mee te werken met die maatregelen. En dan kijk dus even naar het vorige kabinet, nu. Hè, dus niet toen, maar nu. Het kabinet van CDA, PvdA, die voortdurend ruzie hadden. Er kwam dus niks uit. Dus je moet de samenwerking tussen u en Lubbers was top. Maar in het algemeen, binnen een kabinet, ja, de minister-president is één ding, maar de problemen komen bij de spending departments. Ja. Hè, de heren Deetman en zo, onderwijs. Ja. Toen en nu is het dan meer natuurlijk de zorg. En over het huidige kabinet gesproken, in hoeverre heeft u nog contact met minister De Jager? Als partijgenoot opvolger? Ja, los van, ja, partijgenoot ook, maar ook los daarvan. Ja, daar heb ik al contact mee, ja. Belt hij hem wekelijks, geeft hij tips, Jan Kees, zo bezuinigen, dit departement snijden? Nee, zo werkt dat niet. Nee, je bedoelt het vragenuurtje waar je dan... Nee, zo werkt dat niet. Heeft hij het ook veel te druk voor, want hij heeft het extreem druk met al die vergaderingen in het buitenland. Nee, maar er is toch wel contact. En dat wordt in ieder geval door mij geapprecieerd. En ik denk door hem ook, maar dan moet u hem vragen. Volgens Martin Visser in zijn boek De Eurocrisis zijn er wat klachten over u binnengekomen. Van Klaas Knot, Ronald Gerritsen en Maarten Verwij. Omdat Jan Kees de Jager de adviezen van deze topambtenaren negeerde. En eigenlijk meer luisterde naar onder andere u en Arno Boot en Zweder van Wijnbergen. En die zijn opgestapt en die zitten nu op de posities waar ze nu zitten. Is dat een compliment eigenlijk? Nee, ik heb die passage gelezen. Maar die geeft u goed weer. Maar dat is twee antwoorden. Eerst, dat is geen kritiek van die hoge ambtenaren die er toen zaten. Die drie die u noemde, of twee. Jegens die adviseurs, wie dat ook waren, daar hoorde ik ook bij. Dat is een kritiek op, terecht of niet, op de minister. Dus geen kritiek jegens ons. Kritiek jegens de minister. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar het is gebeurd. Ja. Het heeft zo plaatsgevonden. Maar ten tweede heb ik ook Visser een briefje geschreven. Je moet al die dingen vastleggen, dan kun je later naar verwijzen. Gezegd, ik denk dat je dat, de rem, dat heeft u ook wel toegegeven, niet helemaal precies hebt weergegeven. We waren wel adviseurs, dat was helemaal apart. Ondergetekende vergeleken met die anderen die u terecht noemde. Daar had ik verder niks mee te maken. Maar kennelijk allemaal adviseurs, ja, onbenoemde adviseurs, hè, af en toe contact. Maar het is onjuist om weer te geven dat ik op die onderwerpen, ik ga niet in details nou, want dat duurt te lang, op die onderwerpen die zij toen noemden, waar die ambtenaren meningsverschil hadden met hun minister, waar ik buiten blijf, dat is hun zaak, dat ik op al die onderwerpen, het waren er drie geloof ik, de lijn van die minister volgde of nog volg en hem zo heb geadviseerd. Er is één onderwerp waar ik het niet met hem eens was. En dat mag, dat is helemaal geen punt. En welk onderwerp was dat? Waar ging het over? Dat ging over de wijze waarop Nederland, Duitsland ook, maar vooral Nederland, wenste dat de private sector, beleggers, crediteuren van Griekenland, moesten meedoen in de oplossing van het probleem, terwijl de overheden daar niks aan hoefden mee te doen. Hè? Dus een haircut heette dat, hè? Dus ja. Een het opgeven van een deel van je vorderingen. Dus dat is gewoon een... Je kunt je mening over hebben wie gelijk heeft of niet. Maar dus neem ik even, op dit punt heeft hij dat niet goed weergegeven. Dat is helemaal niet erg, want die man heeft een heel boek geschreven. Dat is verder best. Maar omdat hij het zo precies citeert wat mag, wil ik graag herhalen wat ik in een brief van hem heb geschreven. Dat hij dat niet goed heeft weergegeven. Nou, dat is duidelijk. Maar afgezien van dat feit, hoe vindt u dat De Jager doet? En samen met Rutte, is het net zo'n dynamisch bezuinigingsduo als u en Lubbers waren? Of gaan ze te weinig rigoureus aan de bak? Ja, dat is A, niet aan mij om te beoordelen, maar B... De situatie is toch niet identiek hoor aan de jaren 80. Er zijn een paar overeenkomsten, daarom vergelijkt men het, dat begrijp ik wel. Groot probleem en je moet stevige maatregelen nemen. Maar ik geef maar een voorbeeld, toen was het in bepaalde opzichten veel dramatischer. Omdat het begrotingstekort, financieringstekort heet dat toen, veel groter was dan nu. Omdat de werkloosheid veel hoger was, dat maakt het toch veel moeilijker dan nu. Gelukkig, ik zeg niet dat het lager is, maar toch relatief laag in Nederland. En bovendien zijn er al die andere verschillen, maar er zijn zeker overeenkomsten.
Maar daarmee wil ik die mensen niet vergelijken. De jager heeft het wellicht iets makkelijker dan u. Maar denkt u niet af en toe, nou, ik wil naar Den Haag met die snoeischaar. Ik ga bezuinigen, ik doe het wel even voor jullie. Nee. Dat prikkel niet meer? Als je dat zou denken, dan zou je natuurlijk van een koude kermis thuiskomen. Want de mensen hebben daar geen behoefte aan. Aan iemand die zoiets vindt, maar ik heb daar mijn bijdrage geleverd. En ik heb geen behoefte om zoiets opnieuw te doen. Wat in theorie misschien mogelijk is. Je kunt jezelf beschikbaar stellen, maar nee. Dat hoewel mijn partij in de regering zit, maar het kabinet zit. Maar daar heb ik nog geen behoefte aan om die rol te spelen. Nee. Geen carrière meer in de politiek? Nee, dat heb ik gedaan. Als laatste vraag zou ik nog willen weten. Wanneer heeft u, in welke positie, u heeft veel gedaan, welke positie heeft u naar de meeste macht gehad, capaciteiten gehad om uw invloed uit te oefenen en verandering door te voeren in de economie? Was dat als minister van Financiën? Was dat bij het IMF? Of was dat in het bankwezen? Oh nee, dat antwoord is uiterst simpel. Als minister van Financiën heb je veel meer, het woord macht gebruikt niet gewoon, maar veel meer mogelijkheden om een beleid te veranderen, als je dat zou willen, hè? Ja. Dan in die andere functies. Ja, dat is denk ik zo. Je zit wel. Ik zat was toen lid van de board, executive board van het IMF. Ja, die board is heel belangrijk, maar er waren 24 leden. En je had ook nog een managing director, een president, die een grote mate van zelfstandigheid heeft. Dus je was een van de commissarissen om het maar te vergelijken. Je zat niet aan het roer. Ja. En als minister zit je wel aan het roer. En als je dat leuk vindt en je bent gemotiveerd om iets te veranderen, dan is dat de post om te zitten. En die anderen die zijn ook heel interessant, maar dan heb je toch veel minder mogelijkheden om het beleid te veranderen. Dus dat is de tip die u ons kunt meegeven, dat de post is om te gaan zitten. Wat u allemaal wilt gaan doen voor uw toekomst, hangt een beetje af, ik naar de heren kijk en dames van uw leeftijd, dan zou ik toch opteren, als ik u was, om minister van Financiën te worden. Ja, we gaan ons best doen. Misschien ook met onze studiegenootjes, net zoals u, twee kabinetten. Ja, dat zou... Nou, dit was het einde van de sessie. Volgende week zijn wij er weer. Dan is Peter van der Meers de gast, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Met hem gaan we hebben over het krantenwezen nu en alle schandaaltjes die de laatste tijd rond de NRC heersen. We willen meneer Rudding heel erg bedanken voor zijn komst uit Zurich. En een goede terugreis naar Brussel in ieder geval. En bedankt. Bedankt.